Hoi allemaal, leuk jullie weer te zien. Wacht even. Zo. Wat ik eigenlijk wilde zeggen. Ik heb weer een shoplog voor jullie. Ik zal het even pakken. In ieder geval deze boerenzakdoek en kringloopshoplog. Laat ik dat er vast bij zeggen. Een boerenzakdoek. 50 cent. Een heel leuk. Ja, het lijkt bruin, maar het is een beetje roze, koetsig met kersenbloesem. Ik heb hem lekker groot genomen. En dat was 1,95. Ja, 1,95. Dan heb ik nog een leuke zwarte tuniek. Met goud erin. Ook lekker groot genomen. Haha. En die was 5,95. Als jullie het kunnen zien, hoop ik zo wel. Shoplog het goed. En dan heb ik een leuke beetje blauw-grijzige blouse. Gekreukeld. Lekker lang. Lekker groot. Kan ik lekker als jurkje er doen. Legging eronder. Klaar. En die heb ik voor 3,95. Oh nee. 9,95. Sorry. En dat was de kringloop. Oh nee. Dan had ik nog wat. Moet ik even bukken naar beneden. Ja jongens, Connie is weer uit het dak gegaan. Die heeft Agatha Christie gekocht. Die was, geloof ik, 4,95. Dan heb ik deze gekocht. Die was, geloof ik, ook 4,95. Deze heb ik ook gekocht. Geloof ik iets van 4,95 of 3,95. Die ook iets van 3 of 2,95. En deze. Dus. Ik kan weer lekker lezen. Haha, met vakantie. Goed, ik zou in ieder geval zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte. En een dikke kus van mij. En als je denkt, ik ben rood, dat komt omdat ik net uit de douche ben en mijn lamp staat daar. En mijn camera staat precies daarachter. Zoals je ziet, want dit is mijn rek. En hier zie je een stukje van mijn kledingkast en daar zie je mijn make-up die ik nu op dit moment niet gebruik, veel te heet. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer en een dikke van mij.